Ik bouw een geheime kamer onder ons huis, zonder dat Rutger het doorheeft. En ja, je hoort het goed, onder ons huis. Maar eerst begin ik met uitgraven, bouwen en aankleden van de mooiste ondergrondse geheime kamer ooit. Hallo? Hallo? Rutger is op dit moment niet thuis, maar ik verwacht hem hier binnen ongeveer 2,5 uur. Dus ik heb 2,5 uur de tijd om dit alles te gaan regelen. Voordat hij thuis komt, moet ik onder ons huis verstopt zitten voor Rutger. En mijn vraag aan jullie is, hoeveel uur ga ik het volhouden om te verstoppen voor Rutger? Het juiste antwoord hier beneden krijgt natuurlijk van mij een hartje. Een ondergrondse geheime kamer uitgraven doe je natuurlijk niet met deze outfit aan. Dus laat ik mezelf eerst gaan omkleden. Tada! Ik denk dat dit er meer op lijkt. Ik ben er helemaal klaar voor. Heb je er heel erg veel zin in? Doe eventjes een duimpje omhoog. Bij de 18.200 duimpjes. Ik ben benieuwd of we het halen. Bouw ik niet een geheime kamer onder de grond, maar op ons huis. Ik heb geen idee of dit überhaupt mogelijk is, maar laten we voor nu eerst een gat gaan zoeken waar ik ergens de grond in kan. Jullie denken nu vast dat ik gek ben. Nou jongens, ik kan jullie vertellen, het is echt waar. Er zit hier in het huis een gat waar ik naar beneden kan. Sinds wij het huis hebben, zijn wij daar nog nooit geweest. We weten niet hoe groot, hoe hoog, hoe breed of wat dan ook het is. En eigenlijk heeft dat een reden, want ik vind het gewoon een beetje eng om daarheen te gaan. Ik ben heel erg bang dat er muizen, ratten of wat dan ook zit. Maar voor jullie ga ik het doen. Ik ga naar de kruipruimte. Hier hebben we de hal van ons huis. En hier ergens is dus ook de ingang naar de kruipruimte. Die ingang zit op een veel betere plek, namelijk onder de deurmat. Ja hoor, hier is het luik. Oh, het is echt heel zwaar. Oh, dit ziet er zo eng uit, jongens. Waarom doe ik niet gewoon vandaag een voedselchallenge? Check hoe eng dit eruit ziet. Dit moet je toch niet willen? Maar we mogen niet oordelen voordat we er geweest zijn. Dus laat ik een kijkje beneden gaan nemen. Voordat ik naar beneden ga, wil ik jullie vragen. Check hier beneden eventjes of je al op die abonneerbutton hebt gedrukt. Ik krijg nog steeds veel berichtjes van mensen die geen melding krijgen als er een nieuwe video online staat. Dus ik geef je nu 5 seconden om dat eventjes te doen. 1, 2, 3... 4, 5. Als het goed is het nu gelukt. Dan gaan we nu naar beneden. Help! Oh, en voordat we beginnen, doe dit vooral thuis niet na. Oh, ik zie heel veel spinnenwebben. Wat ligt hier ook allemaal? Heel creepy dit. Wow, jongens, kijk, het loopt heel ver door. Oh, ik vind het heel eng hier. Godverdamme, waarom doe ik dit? Het geluid is wel goed hier. Misschien moet ik voortaan mijn intro's hier opnemen. Ik denk dat het allereerste is wat wij hier moeten gaan fixen is goed licht. Ja, laten we daarmee beginnen. Nou jongens, ik heb er maar even een studiolamp bij gepakt. Als het goed is dit genoeg licht. Zo, dit is inderdaad genoeg licht. Laten we die naar beneden brengen, dan kunnen we iets meer zien. Ik ben echt heel bang dat ik ineens hele enge dingen zie zo. Misschien had ik een assistent moeten inhuren vandaag. Het is gelukt. Ik heb eindelijk licht en nu kan ik pas zien waar ik ben. Hier zijn we onder de trap en daar links om de hoek is de woonkamer. Oh nee, de lamp is uitgegaan. Oef, ik vond het heel eng even. Hier waar al die leidingen liggen is dus de keuken en daar is dus de voorkant van ons huis. Aangezien ik licht claustrofobisch ben en het daarom ook een super dom idee is dat ik juist deze video opneem, heb ik besloten om hier in de buurt te blijven bij de uitgang. Deze moet natuurlijk straks wel dicht als Rutger komt, maar dat is een probleem voor straks. Laten we eerst proberen dit stukje een klein beetje uit te graven, zodat ik iets meer ruimte heb. En dan gaan we een zeil neerleggen, zodat ik iets minder zand heb. Daar gaat de schep! Oké, waar beginnen we met graven? Ik denk hier. Zo, laten we het gewoon een beetje die kant opbrengen. Ons huis is echt gebouwd op de woestijn, joh. Dit is niet normaal. Eén voordeel, ik heb nog geen rat, geest of muis gezien. Dat is echt top. Misschien is het trouwens ook niet echt een handig idee als ik al het zand ga verplaatsen. Dan stort het huis in. Laten we het zelf gaan uitleggen. Het lijkt nu wel een beetje alsof ik met hele andere praktijken bezig ben. Zo, het zeil ligt. Ik heb hier een hele grote ruimte voor mezelf. Het is niet hoog, maar wel breed. Dus ik kan er best wel wat spullen en mezelf in kwijt. Nou is het natuurlijk de hoop dat ik hier 24 uur kan overleven. Zonder dat Rutger het door heeft. En het gaat niet lukken met een camera, een zeil en een lamp. Dus laten we de boel een beetje aankleden. Allereerst heb ik om er wat sfeer in te brengen een lichtsnoer gekocht. Laten we die gewoon op gaan hangen. Ik hoop dat het een beetje blijft kleven aan mijn plafond beneden. Ik hoop dat die werkt. Hij doet het! Nou, laten we hem gaan ophangen. Jongens, hoe vet is dit? Alleen, ik vind rood niet echt een geschikte kleur. Laten we voor groen gaan.
Oh, dit is eigenlijk nog leuker. Pas bij mijn helft. Het volgende wat ik heb ben ik heel erg trots op. Namelijk een mini koelkast. Ik bedoel, als je van plan bent om 24 uur daar beneden te blijven, moet je ook je eten en drinken koud kunnen houden. Check hoe vet deze eruit ziet. Nou, ik ga hem even een plekje geven. Ja, ik heb zoveel ruimte. Waar zal ik die mini koelkast laten? Ik denk dat ik hem in deze hoek ga zetten. Zo. Je kan heel veel zeggen, het is laag, maar het wordt best wel tof hier. Al moeten we deze zometeen wel eventjes gaan vullen natuurlijk, want nu is hij wel erg leeg. En als volgende, natuurlijk onmisbaar, een tv. Het voordeel aan al dit zand is wel dat ik gewoon een bergje kon maken waar de tv tegenaan kan staan. Dus ik heb hier nu gewoon een tv. Het zou ook wel handig zijn als ik iets kan doen op die tv natuurlijk. Oh, hij doet het! Ik ben alleen echt volgens mij heel erg dom geweest, want ik heb deze tv van mijn ouders geleend. En ik heb de afstandsbediening niet meegenomen. Oké, we hebben nog 3 kwartier voordat Rutger thuis komt. En dan moet mijn geheime kamer hier beneden gevuld zijn en de bak moet weer terug erop zitten. Laten we nog eventjes wat kussens erbij doen, dat ligt net eventjes iets fijner. Hoppakee! Laten we die kussens een mooi plekje geven. Hartstikke gezellig. Ik neem nog even een paar laatste spullen mee naar beneden. We hebben in ieder geval eten nodig. En om het iets huiselijker te laten voelen de komende uren, neem ik een foto van ons gezin mee. Kom, daar gaan we jongens. Oh nee, die banaan past er niet eens in, jongens. Nou ja, dan maar erop. Ik was dus helemaal enthousiast over mijn koelkast. Maar er past dus gewoon bijna niks in. Alles staat ernaast. En laten we de gezinsfoto ook gezellig hier neerzetten. Zo. Oké, ik ga even heel snel praten, want binnen 8 minuten verwacht ik Rutger hier thuis. Het is zometeen tijd om het luik van de kruipruimte dicht te gooien. Nu ligt daar zometeen geen mat op, maar ik heb tegen Rutger gezegd dat ik deze mat laat reinigen bij een bedrijf. Daarnaast kan ik Rutger gewoon vanuit hier beneden in de gaten houden, want ik heb namelijk de Paco-cam nog aanstaan in de hal. En ik heb nog zo'n camera geplaatst in de woonkamer. Rutger denkt dat ik vanmiddag aan de andere kant van het land ben om een video op te nemen en ik blijf daar dus ook overnachten. Ik ben dus wel een video aan het opnemen, maar gewoon thuis. Onder het huis. Ik vind dit nog het spannendste van alles, want als dit luik hier dicht is, dan heb ik echt het gevoel dat ik hier alleen opgesloten zit. Ik ben een beetje bang dat dat ding veel te zwaar is om in mijn eentje hier op te tillen. Hoe ga ik het doen? Ja, hij is dicht. Oké, het is gelukt. Heel eventjes deze af. Oh, het is warm zo'n helm. Oh jongens, dit is echt heel eng. Ik denk dat die Paco aan het uitlaten is, want zijn auto kwam net aan en ik hoorde Paco blaffen. Hij is er. Hij staat nu boven mij. Ze zijn nu in de keuken, dat is dus daar. Oké, aangezien Rutger nu aan het lunchen is, denk ik dat ik ook maar gewoon ga lunchen, want ik heb lunch meegenomen in mijn koelkast. Even kijken, laten we gaan voor een banaan. Wat zit er ook alweer in mijn koelkast? Brood. En aardbeienjam natuurlijk. Ik ben gek op aardbeienjam. Eet smakelijk. Dit is heel vies brood. Proteïnebrood van Rutger. Het is ondertussen 20 minuten later en hij zit nog steeds aan tafel. Ik denk dat hij gewoon YouTube-filmpjes aan het kijken is. Jullie willen niet weten hoe gek het idee is dat ik nu thuis ben, zonder dat Rutger doorheeft en dat ik gewoon onder hem zit nu. Volgens mij staat hij op. Wat gaat hij doen? Volgens mij is hij klaar met lunchen. Ik ben heel benieuwd waar hij nu heen gaat. Ik kan hem op deze camera heel goed zien. Rutger is nu de lunch aan het opruimen. Wat gaat hij doen? Hij komt eraan. Oh nee, hij gaat naar de wc. Rutger zit op de wc en die wc is hier. En dat betekent dat zijn drol straks door die buis gaat. En hij loopt naar de woonkamer. Paco mag met hem op de bank. Hij legt een kleedje neer. Kijk nou hoe lief. Paco zit ook op de bank. Hij gaat volgens mij gamen. Ik denk dat hij de controle van de Xbox kwijt is. En waar zal die toch zijn? Die is hier. Gelukkig hebben we nog een reserve en die heeft hij denk ik zojuist gevonden. Rutger gaat dus nu gamen en waarom zou ik hier gaan liggen wachten op hem totdat hij mij vindt? Ik ga ook gewoon gamen, want jongens, ik had opeens een briljant idee. Ik had dus heel deze tv mee naar beneden genomen. Maar dat was dus helemaal niet nodig, want je kunt tegenwoordig ook gewoon Xbox spelletjes spelen op je iPad. Jongens, dit is zo vet. Ik ben gewoon aan het gamen in onze kruipruimte. Ik moet wel even opletten. Oh nee, 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 nee! Oh nee! Waar gaat hij heen? Jongens, hij loopt.
Hij loopt op de trap. Ik heb wel echt een heel groot probleem. Ik moet enorm naar de wc. Ik heb niet echt iets meegenomen om mijn behoefte in te doen. Zo te zien heeft hij zijn joggingbroek aangedaan en hij gaat nu weer op de bank liggen. Het is echt heel erg. Ik moet zo nodig naar de wc. Oké, ik zit vast in mijn overal. Het zou best kunnen dat je op dit moment denkt, Thomas, wat ben je aan het doen? Ik probeer hier beneden mijn behoefte te doen. Ik kan alleen helemaal niet liggend plassen. Wat erg. Oké, de stand van zaken. Missie niet geslaagd. Oh, shit. Hij ziet de camera. Hij ziet de camera. Hij stuurt nu ook een berichtje. Waarom staat er een camera in de woonkamer? Word ik geprankt of wat? Oké, jongens, aangezien ik heel nodig naar de wc moet en Rutger nu een vermoeden heeft, gaan we over op plan B. Ik heb op mijn bureau op kantoor een camera voor Rutger gelegd. Ik ga nu naar hem appen dat hij die camera moet pakken en dat hij zichzelf moet vloggen terwijl hij mij zoekt. Oké, ik heb het gestuurd. Hij gaat mij nu zoeken, denk ik. Dus jij moet mij gewoon te bekijken. Pak de camera op mijn bureau en zoek mij. Oh, hij gaat mij nu zoeken. Ik ben heel benieuwd of hij mij kan vinden. Even serieus, ik ben dus blijkbaar nu ineens in een video beland waar ik niks van wist. Of beter gezegd, ik zat er al heel de tijd in. Je ziet het zo bijna niet, maar blijkbaar stond er dus al heel de tijd hier een camera. Had jij het niet even kunnen vertellen tegen mij? En blijkbaar moeten we nu dus Thomas gaan zoeken, want hij moet hier ergens zijn. Mijn eerste ingeving zegt dat hij in het tuinhuis zit. Ik weet niet waarom. Volgens mij gaat hij naar het tuinhuis. Oh, wat erg. Ik heb je. Of toch niet? Hier zit hij dus blijkbaar niet. Hij is weer binnen. Deze kamer is ook leeg, zo te zien. Er is hier wel van alles gebruikt. Wat? Tent? Huh? Ik weet niet of dat iets met zijn verstopplek te maken heeft, maar ik had het nog niet eerder hier zien liggen. Rutger! Huh? Ja? Hij riep. Volgens mij kwam het van boven. Hij denkt dat het van boven komt. Hallo? Helemaal niks. Hier niks. Ik ga nog een keer op. Rutger! Huh? Ik begin echt gek te worden. Ik hoorde hem weer roepen. Hallo? Hallo? Hè? Het lijkt wel uit de hal te komen. Je zit toch niet hieronder? Is dit een grappaak? Ben je hier? Misschien. Nee! Serieus, is dit een grap? Nou, laten we even kijken. Hij gaat er niet af. Is dit een grap? Hallo! Nee! Is dit echt? En ik vond het zo erg, want ik had de lamp uitgezet voordat jij mij vond. En het is hier zo donker beneden. Dit is echt het raarste shot dat ik ooit in mijn leven heb gezien, denk ik. Je hebt de hele tijd mij gezien. Ja, ik heb jou de hele tijd gezien op alle camera's in het huis. En ik ben dus al sinds dat jij weg bent beneden. Nou, dit is echt niet normaal. Wil je misschien nog eventjes mijn kuuroord hier beneden zien? Huh? Wow. Dit is dus mijn geheime kamer onder ons huis. Wauw. Gezellig, hè? Heel leuk. Ik hoopte dat ik het 24 uur zou volhouden om hier te verstoppen voor Rutger. Maar het was 4,5 uur geworden. Ja, het is dat ik die camera zag. Toen ging alles mis. Ja, dat was misschien ook wel een beetje dom. Sorry, lieverd. Ik zal het nooit meer doen. Nou, ja, dat hoop ik maar voor je. Ik ga nog even genieten van mijn ondergrondse geheime kamer die nu niet heel geheim meer is. Ik wil Rutger bedanken voor het meedoen in deze video waar hij ook niks van wist. Nou, graag gedaan. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze hele rare video. Vond je het leuk? Doe eventjes een duimpje omhoog. En wil je meer van dit soort video's zien? Klik dan eventjes door in het eindscherm. En dan verdwijn ik nu weer in mijn ondergrondse geheime kamer. Houdoei!